Veldam staat de brand al, de temperatuur is bereikt. Ronald zal nu laten zien hoe je zeg maar, het kan blussen. Door een paar keer de deksel op en van het vuur te halen. Nu zo staat het vuur, je legt de deksel erop, draait het gas uit en laat het gewoon even 10 minuten staan. Daarna kun je het eventueel de pan inpakken in een blusdeken die je uiteraard op de koop hebt hangen. En vervolgens wacht je de brand weer af en dan kun je de boel verder bevaren en controleren. Ga je gang. Een keer eraf en dan een keer er weer op. Het is nog steeds zo heet dat wij de brand aan de gang blijven. En we gaan nu zo heel laten zien wat je dus absoluut niet moet doen bij een vlam in de pan situatie. We gaan nog even laten zien hoe de deksel erop moet. Van je af als een scherm tussen jou en het vuur. En daarna dek je het af. De buitenlucht mag je eraf halen. Dan gaan we. Je ziet gelijk zodra het begint te branden, wordt er onder de schone verbranding. Er is geen sprake meer van rook. En dan gaan we nu laten zien hoe het gebeurt als je per ongeluk instinctief in een reflex en van de schrik een kopje water in de frituurpan gooit. Voor degene die het wil fotograferen, zou ik een camera aan de gelijk gaan maken. Nou, want ik tel maar tot hier denk ik. 1, 2, 3. Aan deze zijde zul je de warmte gevoeld hebben. Hij moet je, je kunt je zwart niet voorstellen wat er gebeurt als dit je overkomt in de keuken. Ja, hij moet weer gaan doen. Volgens mij is het bemand met 6 personen, we hebben een chauffeur voorin, ja, we'll be right back.
Dat gaat weer door. Inmiddels wordt het de C-stijl, we noemen de C-stijl, doorgedrukt. Stijlen, dus de voorste stijlen van je niet. Bij de TS wordt alvast een apparaat, dat is het oranje ding, klaargezet. Het heet een wervelplank. Die wordt straks achter het slachtoffer gebruikt, achter zijn rug. En dan heb je op zo'n manier omhoog uiteraard. Met zo'n schade op hoogte, dat is best wel een kussie. Dat ding weegt 18 kilo. En op die hoogte dan vergt het toch wat kracht. Nadat we ook vaak wisselen met het bedienen van gereedschap. Nou, dit heet dan een dakvlak. Ho! Zo voelen we weer altijd overzicht houden. Die krijgt ook in als het drijft niet helemaal goed gaat. Stelt hij dan erbij. Dan voor. Oh. Er is een ruimte om bij het slachtoffer te komen. Als er nog iemand is die een kaas aan jou wil. Nou, dit is altijd een delicaat klusje. Twee man aan iedere kant, plank erachter. De ambulance is er altijd bij, die geeft ook aanwijzingen. Daarna wordt er geteld. Ja. Het bloeiende sirene staat de MCA. Een groot applaus voor deze ploeg.